Dan zou ik nu graag het debat willen aankondigen tussen Frank van den Broeke en Harro Boven. Zij gaan in debat over basisinkomen versus gratis diensten. Gratis diensten heb ik het dan over gratis OV, gezondheidszorg, etc. Harro, mag ik jou uitnodigen om jouw verhaal te beginnen? Dank voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mag staan. Voordat ik inhoudelijk van wal steek, vielen mij hier een paar dingen op. Zo zie ik daar bijvoorbeeld het woord basisinkomen staan. Ik zie daar het woord basisinkomen staan. Maar nergens in deze zaal hangt een poster met gratis diensten. En ik kan me zelfs voorstellen dat een aantal van u hier in de zaal toch best positief staat tegenover het basisinkomen. Heb ik daar, klopt dat een beetje? Dus. dus voordat ik begin en voordat ik uitleg wie ik ben, wil ik dan graag even mijn waardering uitspreken dat professor Van den Broeke met zo'n staat van dienst hier naar het Hol van de Leeuw komt om zijn verhaal te vertellen. Dus allereerst wil ik daar eigenlijk even een applaus voor vragen. Dank. Goed, mijn naam is Harro Boven. Ik ben wat heet een jonge democraat. Dat is een lid van de jongerenorganisatie van D66 en tevens lid van D66. Ik heb een model bedacht dat heet basisinkomen 2.0. Dat is een basisinkomen met een huishoudtoelage van €600, een individuele toelage van €600... en een kindtoelage van €300. Dus dat is, dat is de reden dat we hier staan. En mij is gevraagd om dat te verdedigen of daarop in te gaan op het verschil met gratis diensten. En eigenlijk wil ik daarin graag drie punten maken. Ten eerste zijn gratis diensten volgens mij stigmatiserend. Want volgens mij heb je als mensen rondlopen met vouchers voor bepaalde gratis diensten. Dus ik heb een OV-voucher, ik heb misschien een broodvoucher, weet ik veel wat voor vouchers allemaal. En daar moet ik mee betalen. Dan creëer je een tweedeling in de maatschappij, waarbij je aan de ene kant mensen, keurige burgers hebt die met de pinpas of met cash betalen. En aan de andere kant een soort Groupon-proletariaat hebt, waarmee van mensen die met zakken vol vouchers van de ene winkel naar de andere moeten om daar in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. Dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt is dat het inefficiënt is. Want ja, nou, we hadden hier net op de projector hier achter mij staan not everybody wants a goat. Maar ja, als je iedereen een voucher voor een geit gaat geven, ja, dan ga je hem toch inhalen. Terwijl eigenlijk waarschijnlijk mensen wel veel betere dingen kunnen bedenken om schaarse goederen te verkrijgen dan een geit. Dus in die zin is het inefficiënt. En mijn derde punt is dat gratis diensten onuitvoerbaar zijn. We hebben helemaal de infrastructuur niet liggen om ervoor te zorgen dat iemand bij de Albert Heijn wel een brood kan kopen, maar geen borrelnootjes. Bij de Albert Heijn is dat allemaal hetzelfde. Bij de Albert Heijn staat één pinautomaat, één kassa. En op het moment dat je daar dat je dan onderscheid aan gaat brengen van het ene mag wel, het andere mag niet, et cetera, wordt het allemaal mega complex en super en onuitvoerbaar. Dus drie punten. De eerste is dat gratis diensten stigmatiserend zijn. Tweede is dat gratis diensten inefficiënt zijn. Het derde is dat gratis diensten onuitvoerbaar zijn. Als we daar tegenover zetten een basisinkomen, dan is in plaats van stigmatiserend een basisinkomen emanciperend. Je hebt geen verschil
tussen de groepenproletariaat en de keurige burgers. Nee, iedereen betaalt met dezelfde bankbiljetten en dezelfde pinpas. Zo kunnen mensen ook die dat vanuit een basisinkomen betalen, een gevoel voor eigenwaarde hebben en houden. Waar gratis diensten inefficiënt zijn, is een basisinkomen heel inefficiënt. Heel efficiënt. Nou heb ik hier vorige keer dat ik hier stond, tijdens de Donut D-Day een tijdje geleden, nogal wat hoon over me heen gekregen, omdat ik de vrije markt verdedigde. Maar de vrije markt, als die goed werkt, kan heel efficiënt diensten verschaffen. Zo is het heel fijn dat er verschillende bakkers zijn, waardoor jij kunt kiezen waardoor je je brood koopt. En met een basisinkomen stel je iedereen in staat om de vruchten te plukken van de efficiëntie van de markteconomie. Tot slot, heb ik gezegd dat gratis diensten onuitvoerbaar zijn. Een basisinkomen daartegen is heel uitvoerbaar, zoals we net in het voorbeeld van professor Keller hebben gezien. Het is uitvoerbaar, alle infrastructuur ligt er al, de kassa's en de pinautomaten bij de Albert Heijn die zijn er allemaal. Het enige waar we voor hoeven te doen is dat iedereen daar gebruik van kan maken. En daarom denk ik dat een basisinkomen een geweldig idee is en gratis diensten, dat we daar misschien toch nog even over na moeten denken. Hartelijk dank. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam sinds enkele jaren, maar ik ben eigenlijk een Belg. Dat horen jullie. Met nogal wat beleidservaring en politieke ervaring in België, want ik heb ook een groot stuk van mijn leven heb ik besteed in de politiek. Ik ben een sociaaldemocraat, ik ben altijd actief geweest in de zusterpartij van de Nederlandse PvdA. Dus daarmee weten jullie iets over mij. En mijn bezigheid aan de Universiteit van Amsterdam draait rond ontwikkeling van welvaartsstaten en met name de Europese dimensie daarin. Maar ik kom terug bij de draad in mijn verhaal. Dus we delen een uitgangspunt, dat maakt al veel gemakkelijk. Ik denk dat we twee moeilijke vragen hebben en die twee moeilijke vragen moeten we toch ook zelf kritisch bekijken. De eerste moeilijke vraag is, waarom geven de meeste concrete becijferingen aan dat het eigenlijk niet werkt? Vraagteken. Waarom is dat zo? Dat wil ik dadelijk even toelichten. Ten tweede, dat is het punt dat jij maakt, als we iets als rijke samenleving iets hebben wat we aan mensen kunnen ter beschikking stellen om hun autonomie en zelfontplooiing te ondersteunen, waarom is onze eerste prioriteit dan cash geld? Waarom is dat zo? Okay, dus ik moet deze twee vragen heel kort toelichten. Eén over het niet werken. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel het volgende. Stel, je hebt 3 mooie doelstellingen voor ogen. Je wil dat heel eenvoudige systeem, je wil iets eenvoudig, zoals individueel basisinkomen, onvoorwaardelijk, iedereen krijgt dat op zijn rekening. Het moet eenvoudig zijn. Je wil natuurlijk niet dat de armoede toeneemt in de samenleving, dus je gaat dat ook bekijken vanuit armoede. En je wil dat het betaalbaar is. Voor mij betekent dat niet dat de belastingen niet mogen stijgen voor rijke mensen die mogen stijgen. Maar je wil toch ook kijken naar de betaalbaarheid, die 3 dingen. Er zijn ondertussen nogal wat oefeningen gebeurd waarbij mensen basisinkomen in allerlei varianten doorgerekend hebben. En het komt er nooit uit dat je die 3 dingen samen kan doen. Ik heb het nog nooit gezien. De OESO heeft het gedaan voor een aantal landen. Wat zij zeggen, maar Nederland was er niet bij. Wat zij zeggen is, als je niet een voldoende hoog basisinkomen hebt, dan neemt de armoede toe. Maar dat voldoende hoge basisinkomen waarbij de armoede niet toeneemt, dat is zeer duur. Dat vraagt een enorme toename in belastingsopbrengst, zegt de OESO, met hele concrete modellen. Een team van voornamelijk Vlamingen heeft, ondersteund door het instituut GAC, een heel concreet rapport uitgebracht over Nederland. Dat is vorig jaar gepubliceerd met
een heel gedetailleerde doorrekening van 3 verschillende scenario's basisinkomen, laag, midden en hoog voor Nederland. Heel gedetailleerd. Wat daaruit komt is hetzelfde. Namelijk, als je wil dat de armoede niet toeneemt, als je dat niet wil, dan moet je dat basisinkomen bijzonder hoog instellen. Ze hebben een variant waarbij dat in de buurt komt van 1000 euro per maand, individueel enzovoorts. En dan is dat een enorme belastingsverhoging. Ik zeg niet dat ik daartegen ben, maar dan moet je dat wel gaan uitleggen. En dan betekent dat voor vele mensen inleveren en forse verhoging van de marginale aanslag voedt. Ik zeg niet dat ik er tegen ben, maar je moet wel weten. Hè. Er is een jonge man in Groot-Brittannië, zeker Luke Martinelli, die Nederland heeft meegenomen in een oefening die hij gedaan heeft voor alle Europese landen. Zelfde conclusie. Dus er werkt iets niet goed aan, want als je het niet bijzonder duur maakt, veel duurder dan de plaatjes die meestal worden aangegeven, dan neemt de armoede toe. Dat heeft iets te maken met het feit dat onze bestaande welvaartsstaten nogal gericht zijn, vaak onvolkomen en onvoldoende, maar ze zijn wel nogal gericht op het dekken van problemen van armoede. En ze doen dat met heel fijnmazige en complexe systemen, die inderdaad vaak te complex zijn. Hè? Maar ze doen het wel. En Nederland zeker. Ik ben niet onkritisch over Nederland, maar Nederland doet bijvoorbeeld wel beter dan België, beter dan Frankrijk, beter dan Duitsland, beter dan Groot-Brittannië. En dus, je gaat dat niet verbeteren met een basisinkomen, integendeel, tenzij je dat heel hoog afstelt. En dan wordt het onbetaalbaar. Nu, wat ik heel interessant vind vandaag, en ik begrijp dat dat ook jouw inspiratie is, dat zat ook in de presentatie van Keller. Heel interessant is het een beetje onorthodoxe denken, waarbij je zegt, er zit onder meer een basistoelage in per huishouden. Omdat een van de allereerste redenen waarom het niet werkt, dat individuele basisinkomen, als je die oefeningen bekijkt, is precies de totale individualisering. Like it or not, maar realiteit van armoede en realiteit van inkomensongelijkheid ontstaat op het niveau van huishoudens. Je kan er lang over discussiëren. Ik vind persoonlijk ook dat het filosofische argument dat zegt, je moet strikt individueel werken, daar kunnen we een heel lange boom over opzetten, vind ik. Ik moet eerlijk zeggen, want daarom ben ik daar straks ook even tussen gekomen, ik wou dat meneer Keller kon reageren. Ja, ik vind de oefeningen die het Centraal Planbureau nu blijkbaar gisteren gepubliceerd heeft, ik vind dat heel interessant omdat dat opnieuw een variant brengt die op huishoudbasis is. En ik denk dat dat de enige ingang is om een beetje realistisch te worden. Maar ja, ook daar, ik ga het nu een beetje brutaal stellen voor het debat. Maar wat zien we? Een gat van 10 miljard, je komt 10 miljard tekort. Plus bovendien, volgens het Centraal Planbureau, of dat zo is, weet ik niet, en ik laat er ook geen traan voor hoor, maar het arbeidsaanbod gaat dalen met een aantal procenten, dus nog eens minder inkomsten. Ik laat daar geen traan voor, hè. We werken genoeg, denk ik, maar je moet het wel weten, hè. Dus met andere woorden, er zit daar een gat in dat verhaal. Er zijn nog heel veel miljarden te vinden. En bijstandstrekkers gaan er wel op achteruit. En ook in de lagere inkomensgroepen zijn er mensen die stevig verliezen. Ja, ja. In Vlaanderen zeggen we dan op zijn Vlaams, we zijn nog ver van huis. En waarom is dat? Wel omdat je dus met heel eenvoudige systemen niet in staat bent van het complexe probleem van sociale rechtvaardigheid goed af te dekken. Ik heb een vraag. Maar, ja, ik ga gewoon mijn tweede punt heel kort en dan... Ik kom even op het punt van de diensten waarover... Het gaat natuurlijk niet over brood of over geiten. In godsnaam, daar gaat het niet over. Als je iets uit te delen hebt... Stel, we hebben hier zoveel miljarden liggen. We willen ze uitdelen op een verstandige manier. Zouden we niet eerst ervoor zorgen dat basisonderwijs en secundair verplicht onderwijs, dat echt goed en betaalbaar is voor iedereen? Dat is in België niet zo, hè? Zeker niet in secundair, zeker niet in beroepsonderwijs. Zouden we er niet voor zorgen dat zorg en gezondheidszorg goed en betaalbaar zijn en blijven, ook gezien de medische vooruitgang? Zouden we niet denken aan wat nodig zijn in kinderopvang? En wat ik niet goed begrijp, is dat in het debat over basisinkomen, vele mensen zullen zeggen, ja, dat is natuurlijk zo.
Maar er wordt nooit over doorgedacht, over wat daar nu de prioriteit in is. En dus ik zeg, het gaat niet over brood en geit. En het gaat ook niet over systemen met vouchers die stigmatiserend zijn. Er is niks stigmatiserend aan het feit dat je zou zeggen dat leerplichtonderwijs gratis is. Hè? Wat is daar nu stigmatiserend aan? Dat is voor iedereen, ook het kind van de miljonair. Maar ook de jongen van een eerder arm gezin die een beroepsopleiding gaat volgen, die in de praktijk vaak veel geld kost. Vaak veel geld kost. Word maar eens kok. Dat kost veel geld in Vlaanderen. En de scholen sorteren, hè? Ze sorteren op de vraag hoeveel geld je hebt om goede uitrusting te betalen. Willen we dat? Zou dat niet de eerste prioriteit zijn? Dus met andere woorden, we voeren een beetje een verschillend debat. Ik heb het over universele en essentiële sociale diensten, met name gezondheidszorg, zorg en onderwijs. En ik zou daar de prioriteit van maken. En dat is natuurlijk perfect uitvoerbaar en efficiënt, want misschien verschillen we daarover wat van mening. Ik geloof niet zeer hard in de markt in onderwijs. Ik geloof niet hard in de markt in gezondheidszorg en zorg. Als je daar natuurlijk in gelooft, dan hebben we een ander debat. Maar daar ga ik het bij laten. Precies. Harro, mag ik jou vragen? Inderdaad, applaus. Hier wil je ongetwijfeld even op reageren, Harro. Nou, als dat mag, dan heel graag. Als ik ook nog op het podium mag blijven staan, ben ik daar helemaal blij om. Professor, dank. Eigenlijk zijn er twee hoofdpunten. Het is ten eerste de onbetaalbaarheid, volgens u. En ten tweede het belang van zaken als gratis onderwijs, gratis zorg, gratis basisdiensten. Laat ik beginnen bij de onbetaalbaarheid. Een vaak gehoorde klacht is dat een basisinkomen ofwel onbetaalbaar is, ofwel asociaal. Daarin ben ik het geheel eens met professor Van den Broeke, dat waarschijnlijk op het moment dat je echt een realistisch model wil maken, dat daar een huishoudcomponent in moet zitten. Nou, met moedig voorwaarts, dus het basisinkomenvoorstel dat wij hebben gedaan met de Jonge Democraten, zit dat er dus ook in. Dus dan hebben we het over 600 per huishouden, 600 per volwassen individu en 300 per kind. Dat werkt dus door tot €1200 voor een alleenstaande volwassene per maand, tot €900 per onderdeel van een stel met twee volwassenen, dus die krijgen samen €1800. Als ze daar dan ook nog een kind bij hebben, dan wordt het €2100, et cetera. Voor al die huishoudensamenstellingen is dat boven de armoedegrens, boven de, in ieder geval de Nederlandse armoedegrens. Dus in die zin is het niet zo dat dit basisinkomen asociaal is. Volgens mij is het ook niet zo dat dit basisinkomen onbetaalbaar is. We hebben in de exercitie van professor Keller gezien dat er heel veel afgeschaft kan worden. Laat mij u meenemen door de financiering op hoofdlijnen. Dus de som voor die 600 huishoud, 600 per individu en 300 per kind komt op €164 miljard uit. Een kwart daarvan kun je financieren door het afschaffen van de heffingskortingen. Dat deed professor Keller ook. Dat is broekzak, vestzak, zo te zeggen. Dan kun je een kwart daarvan ophalen door het afschaffen van de AOW. Dan hebben we al de helft. Dan kun je nog een kwart daarvan ophalen door de bijstanden af te schaffen, door de toeslagen af te schaffen en door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Dan hebben we al 75% van dit voorgestelde basisinkomen of deze negatieve inkomstenbelasting hebben we gefinancierd. Goed, waar komt die laatste kwart dan vandaan? Nou, daarvoor, in tegenstelling tot professor Keller, hebben wij gekeken naar welke belastingen je daar bijvoorbeeld voor zou kunnen verhogen. Waar we op uitkomen was een bescheiden vermogensbelasting. Die bescheiden vermogensbelasting houdt in dat je een hoger vrijgesteld vermogen hebt. Tot €50.000 ben je vrijgesteld. Dan van €50.000 tot €1 miljoen betaal je 1,2% belasting. Boven €1 miljoen betaal je 2% belasting per jaar. Maar dit geldt over het hele vermogen. Dus bijvoorbeeld ook het eigen huis zit daarin.
Dan maken we de som rond met milieuheffingen. Dus bijvoorbeeld op diesel wordt veel minder accijns geheven dan op benzine in Nederland. Dat trekken we recht. De energiebelasting is in Nederland degressief. Dus grote bedrijven, grootverbruikers betalen meer energiebelasting dan huishoudens. Dat trekken we recht. En dan voeren wij, omdat wij een liberale jongerenorganisatie zijn, voeren wij nog een erfbelasting in om de som rond te maken. Dus tot zover de betaalbaarheid. Dus dan denken wij dat de betaalbaarheid aardig geadresseerd is. En dan tot slot gratis diensten over zoals onderwijs en gezondheidszorg. U zult mij vandaag op dit podium niet horen pleiten tegen gratis onderwijs en gezondheidszorg. Maar een kind dat gratis onderwijs volgt, zal toch ook ergens van moeten eten. Dus als je de gratis... Met alleen onderwijs en gezondheidszorg zijn op zich misschien supergoede ideeën. Maar dat lost niet het probleem op dat we oplossen met een basisinkomen. Namelijk dat mensen te weinig middelen hebben om te participeren in de samenleving. Een brood blijft geld kosten. Ja, gaan we dat dan ook gratis verstrekken? Misschien hebben mensen moeten hun gas, water en elektra betalen. Gaan we dat dan ook gratis verstrekken? We hebben juist een hele economie ingericht op dat mensen kunnen kiezen waar zij hun schaarse middelen aan uitgeven. Dus laten we er alsjeblieft voor zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van dat systeem om een goed leven te hebben. Dus ten eerste, niet onbetaalbaar. Ten tweede, gratis diensten lost het probleem niet op. Frank, dankjewel Harro. Korte reactie op hierop. Ik wil een constructieve suggestie doen, omdat het model van Keller is doorgerekend. We zien daar wat resultaten van, ik heb daar iets over gezegd. Wat jij voorstelt is enigszins doorgerekend, dus er zijn wat huishoudmodelletjes gemaakt door Nieboet. Ik ben bereid om aan Yves Marx en zijn team, die dus deze oefening voor basisinkomen in Nederland hebben gedaan en daar hard aan gewerkt hebben met een gedetailleerd microsimulatiemodel. Ik ben bereid om hun te vragen om jouw voorstel, zoals je het wil, ook te laten simuleren. Mooi. Dan gaan we kijken, inderdaad. Zo mooi. Ik weet niet of het is een goede vriend en collega van mij, maar ik kan niet garanderen dat hij ja zegt. Hè? Maar ik wil daar wel voor pleiten, omdat ik vind de huishouddimensie is iets wat zij niet bekeken hebben, omdat zij dus de traditionele opvatting van basisinkomen bekeken hebben. Dus als je dat wil, ik wil dat aan hen vragen en zeggen, neem dat ook eens mee in een doorrekening in detail. Ik aarzel nogal wat op jouw betoog, maar ik stel voor dat we dat uitklaren door een oefening te doen in detail. En dat wil ik vragen, dat kan je met zo'n microsimulatiemodel waar honderdduizenden gezinnen in zitten, kan je perfect doen. Hè? Ik vind dan dat je niet helemaal correct reageert op het punt dat ik maak rond diensten. Want ik zeg natuurlijk niet dat je mensen geen cash moet geven. Dat ben ik niet aan het zeggen. Helemaal niet. Wat ik zeg is dat welvaartsstaten methodes hebben die niet perfect zijn, vaak te complex, waar dingen in mislopen, onvoldoende sterk ook. Maar welvaartsstaten hebben methodes om cash te verdelen, waarbij ze de armoede beneden een bepaald niveau houden. Wat ik zeg is, als je een belangrijke extra bron van inkomen kan aanboren, vermogensbelasting, koolstoftax, betere belasting in het algemeen enzovoort. Als je dat kan doen, als je iets extra kan doen, zou niet de allereerste prioriteit zijn dat je essentiële dienstverlening die cruciaal is in de autonomie van mensen en in de zelfontplooiing van mensen, dat je ervoor zorgt dat die goed aankomt en bij iedereen aankomt. En dus het is niet of. Het is niet van, als je dat doet, dan gaan die kinderen geen cash hebben. Nee, dat ben ik helemaal niet aan het zeggen. Dus je moet daar wel ernstig over discussiëren. En ik vind dat de onderliggende filosofische en politieke vraag wordt eigenlijk in laat zeggen, de mensen die met basisinkomen bezig zijn, wordt niet ernstig bekeken. Vind ik, er zijn mensen in de zaal die het wel ernstig bekijken, maar in het bredere debat vind ik
wordt dat onvoldoende ernstig bekeken. En eigenlijk is de bottom line, zal niet noodzakelijk zijn, we zijn tegen basisinkomen in cash. Maar de bottom line zal zijn dat dat zinvol zou kunnen zijn, als je de welvaartsstaat om te beginnen laat functioneren zoals ze functioneert. Als je voldoende aandacht geeft ook voor dienstverlening. En als je dan nog iets als basisinkomen wil doen en je wil niet al die slechte effecten hebben die we zien in al die simulaties, en ik ken er geen andere, hè? Ik ken er geen andere, tot nader orde. Ja, dan moet je eigenlijk aan de samenleving zeggen dat je gigantisch meer gaat herverdelen en dus dat je ook veel hogere belastingen gaat heffen op het inkomen van mensen boven modaal. Dan moet je dat beginnen verdedigen. Hè? Dan moet je dat gaan uitleggen. Hè? En anders denk ik dat je er niet aan moet beginnen. Hè? En die eerlijkheid moeten we hebben, vind ik. Dat doet mij ook zeggen, en dat is de reden waarom ik eigenlijk wel een criticus ben van het pleidooi basisinkomen. Ik zie dat niet als de allereerste prioriteit om vandaag sociale strijd rond te leveren. Ik denk dat de prioriteit eerlijk gezegd elders ligt. En dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat dit soort van wonderoplossing er niet is gewoon in de praktijk. Bedankt Frank. Nog een applaus voor Frank. Dan zou ik graag willen weten of er één of twee kritische vragen zijn vanuit het publiek. Zo ja, dan kom ik even naar toe. Zag jou als eerste. Ik geef hem even door, heel gevaarlijk. Ik krijg hem. Ik ben Daniel, ik kom vaak in deze kerk. Ik vroeg me af of een ander beproefd of economisch advies van vermaarde economen om een grondstoffenbelasting te heffen. En daarmee ook arbeid, dus de inkomstenbelasting, daarmee ook af te schaffen. Dus alle belastinginkomsten van de staat komen uit grondstoffen. Of dat niet veel meer betekent voor de ecologie en minder toont dan aan het hele sociale verhaal. Willen jullie die eerst beantwoorden nog een vraag? Mijn onmiddellijke reactie op die vraag is dat ik ben een voorstander van inderdaad het verschuiven van belastingen weg van inkomen uit arbeid naar belasting op energiedragers, belasting op vermogen, erfenissen is genoemd. Ik ben daarvoor. Ik denk wel dat je vanuit rechtvaardigheidsstandpunt ook wel argumenten hebt om inkomen te belasten. Want er zit in inkomensverschil in de samenleving, er zit echt wel geluk en toevalstreffers in. Hè? Waarom de ene veel verdient met zijn werk en de andere weinig verdient met zijn of haar werk. Dus rechtvaardigheid pleit ook wel voor progressieve inkomstenbelasting. Maar het soort verschuiving waar jij op wijst, daar ben ik absoluut voor. Harro, kun je je daarbij aansluiten? De microfoon. Ja, daar kan ik me zeker in vinden. Feit blijft wel dat we een heel groot gedeelte van onze belastinginkomsten op dit moment uit inkomstenbelasting halen. En dat het nadeel van het belasten van grondstoffen, dat het vaak in internationale context dan weer wat ingewikkelder is. Dus als wij hier grondstoffen gebruiken, enorm gaan belasten, ja, gaan dan die bedrijven die net over de Duitse grens zitten, zeg maar, dat soort perikelen. Maar in principe de grondhouding van het verschuiven van belasting op arbeid naar andere bronnen, dat onderschrijf ik zeker. En daarom zit in ons model dus ook een vermogensbelasting en een milieuheffing, om voor een deel aan dat principe tegemoet te komen. Bedankt. Ik ga even naar de... Ik zag nog een mevrouw daar en ik had nog een meneer hier beloofd. En dan moet ik er echt mee stoppen. Sorry. Even. Hallo, ik ben Dida Mulder, fotograaf. Mijn belangrijkste aspect is humaniteit. Ik heb een situatie meegemaakt van een persoon. Dat is iemand die uit Congo komt en ook een verblijfsvergunning heeft. Hij is verhuisd van de ene gemeente naar de andere gemeente. Hij is afhankelijk van een case manager.
Ene gemeente heeft hij zijn bijstanduitkering gehad en andere gemeente niet. Hij voelde zich geïntimideerd op dat moment. Hij was heel erg ontdaan. En in zijn integriteit was hij heel zwaar. Ja, sorry. Mijn stem is niet dat volume. Oké. Heeft u... Nou, mijn... aspect is dus humaniteit. Met een basisinkomen heb je dat omzeild. Die persoon die ik nu over had, die kon niet studeren omdat hij zijn bijstanduitkering niet heeft gekregen. Het aspect humaniteit was totaal weg. Dan mijn vraag is, u zegt van het is niet haalbaar, maar ik mis het aspect humaniteit in deze. Zou een van jullie daarop willen reageren? Ja, ik vind die getuigenis is belangrijk. Ze is ook uit het leven gegrepen. En ik zie heel goed wat je bedoelt. Ons soort van welvaartsstaat, zeker de Nederlandse, onder meer door de idee van de tegenprestatie, participatiewet enzovoort. Ons soort van welvaartsstaat, zeker de Nederlandse, kan op een zeer vervelende manier naar mensen toewerken met bovendien zeer discretionaire behandelingen die verschillen van gemeente tot gemeente, zelfs bureau tot bureau. Dus daar ben ik het mee eens. En daar, hoe meer je in die richting gaat, hoe meer kwalijke effecten je ziet. Daar heb je gelijk in. Maar de vraag is, kunnen we dat compleet wegdenken? Kunnen we ons indenken dat we een systeem hebben waarbij niemand enige uitleg moet gaan geven? Er komt gewoon voldoende geld toe op je rekening om niet arm te zijn. Dan zitten we dus in het basisinkomen. Ja, maar je zegt ja, maar dan zeg ik, de concrete modellen waarin dat getoetst wordt aan de realiteit tonen dat armoede toeneemt, is dat humaan? Dat armoede toeneemt, omdat een aantal mensen gewoon te weinig gaan hebben, tenzij je een zeer, zeer forse verhoging van belastingen organiseert, veel forser dan de dingen die hier getoond zijn. En dus, je kan een fout maken tegen humaniteit, doordat je mensen echt de duivel aandoet, hè, zoals wij zeggen. En vernederd eigenlijk, en door ook zeer discretionair op te treden, volg ik jou helemaal. Maar je maakt ook een fout tegen de humaniteit als je zegt, oh, morgen is dat allemaal weg, en iedereen krijgt dezelfde som op zijn bankrekening, en helaas neemt de armoede wel toe. Dat is ook een fout tegen de humaniteit, hè? Ja, maar ja, akkoord, dat is waar. Dat vind ik hier heel interessant. Dat is de idee, ik weet niet of iedereen mee is, maar ik vind dat heel interessant, het idee dat je zegt, een huishouden heeft een basisnood. Maar ik zeg het, ik ben nog niet overtuigd, omdat ik door de uiteenzetting van meneer Keller niet overtuigd was. U moet echt eens lezen wat het planbureau schrijft. Dus ik was daardoor niet overtuigd, maar ik ben bereid om dat verder te laten onderzoeken, graag zelfs. Er is nog ruimte voor één vraag zometeen en dan Harro kan nog even reageren. Ja, nou in ieder geval hartelijk dank voor het voorstel om het op detailniveau uit te gaan werken. Ik denk, wij kunnen blijkbaar in de lage landen heel goed polderen, dus laten we er zo kijken in hoeverre we er verder uit kunnen komen. Dan wil ik tot slot nog wel even iets zeggen over het verhogen van belastingen. Want ik denk dat professor Keller heel mooi heeft laten zien dat je niet zomaar voor het basisinkomen echt kunt zijn. Je bent voor een bepaalde variant van een basisinkomen. En bij die variant hoort een belastingstelsel en horen ook belastingverhogingen. Maar verhogingen, ja, dat is maar net hoe je het ziet. Want ik denk dat professor Keller ook heel treffend liet zien dat dus mensen die in de armoedeval en in de doorgroeival zitten, dus de mensen tot modaal, eigenlijk tarieven betalen van 90%. En eigenlijk is denk ik de kern van veel pleidooien voor het basisinkomen, is dat die belastingtarieven te hoog zijn. Dus eigenlijk is het basisinkomen in die zin niet een pleidooi om de belasting te verhogen. Het is een pleidooi om de inkomstenbelasting te verlagen, juist voor die groepen
die tot modaal verdienen. En ja, daar zal inderdaad ergens wat gecompenseerd moeten worden. En voor sommige mensen zullen sommige belastingtarieven omhoog moeten. Nou, daar ben ik het helemaal eens met de vraag dat je daar andere bronnen voor kunt zoeken dan alleen inkomstenbelasting. Maar eigenlijk is het dus niet zo dat een basisinkomen hele grote belastingverhoging betekent. Eigenlijk is het dat een basisinkomen hele grote belastingverlaging betekent voor iedereen tot modaal. Dankjewel, Harro. Ik heb nog een laatste vraag. Ja. Anouska, ik ben Anouska Nienhuis. Ik ben ZZP'er, ik werk voor de gemeente. Wat mij triggerde was inderdaad, als er dan wat geld weg te geven is, waarom stoppen we dat niet in zorg en onderwijs? Toen moest ik terugdenken aan wat Rutger Bregman zei helemaal in het begin in zijn verhaal. Dat hij zei van ja, maar het basisinkomen is heel interessant omdat je hem als breekijzer kunt gebruiken. En volgens mij is dat juist voor de, nou ja, tegen de bullshit banen, zeg maar. Wat zegt Rutger Bregman precies? Oh, hij zei van je kunt het basisinkomen als een breekijzer gebruiken. Om het systeem te veranderen van de verzorgingsstaat die op een aantal gebieden gewoon niet meer werkt. En dat vond ik een interessante gedachte waarvan ik dacht van ja, en dan heb je dus dat als mensen een basisinkomen hebben, gaan er dan niet bijvoorbeeld veel meer mensen kiezen voor een baan in de zorg of voor een baan in het onderwijs. En die trigger vind ik interessant. Ik vind dat een beetje een moeilijke, omdat de gedachte is heel speculatief. Hè? Dus dat je voert iets in en dan gaat de samenleving zodanig veranderen dat je allerlei wenselijke effecten ziet. Ik twijfel daar opnieuw een beetje over of je dat zomaar kan zeggen. Hè? Het zou ook kunnen zijn, ik laat er geen traan voor, hè? Maar het zou ook kunnen zijn dat in heel veel tweeverdienersgezinnen één van die tweede tweeverdieners gewoon veel minder begint te werken en gewoon meer thuis doet. Maar wacht, weet je, maar dan zijn we wel niet bezig met meer mensen die actief zijn in de zorg of in het onderwijs. Hè. Dat is niet het effect. Hè. Het effect is anders. En overigens, wat ik zeg over die twee verdieners is wat al die microsimulatiemodellen ook uitwijzen. Hoor. Daar zit een grote knoop. Hè. Zeker met het individuele basisinkomen. Maar zelfs met het model van Keller. Hè. Dus met andere woorden, als je erop doorgaat en je begint na te denken over wat zijn mogelijke effecten, ja, er kan iemand hier binnenlopen en te zeggen, ja, maar het meest waarschijnlijke effect is dat in tweeverdienersgezinnen, de tweede verdiener, één van de twee, misschien zal het vooral de vrouwelijke partner zijn, maar dat weet je zelfs niet, maar het dus lijkt nogal waarschijnlijk. Hè? Die gaat gewoon minder geld gaan verdienen ergens, die gaat gewoon thuis meer doen. En ik ben niet ongelukkig, maar dat is wel een ander effect dan wat Rutger Bregman heeft gezegd. Hè? Ja, maar wacht. Sorry, heeft u een vraag? Want eigenlijk ja, maar dat is een interessant punt wat jij maakt. Jij zegt, ja, maar moet je je zorgmodel niet herdenken? Ja, maar ik ben een hele coole minnaar van de idee dat we allemaal zelf terug gaan zorgen voor onze naasten. Hè? Daar zitten echt limieten op, dat weten we toch wel, hè? Dus je hebt ook professionele zorg nodig, je hebt professioneel georganiseerd onderwijs nodig. En die noden groeien, gewoon, zeker wat pure gezondheid betreft. Geestelijke gezondheid, zowel als bepaalde aandoeningen van mensen. De medische wetenschap stormt vooruit. Binnenkort zitten we in een situatie dat bepaalde therapieën alleen nog maar voor bepaalde mensen betaalbaar zijn. Jullie zijn daar niet aan toe in Nederland, gelukkig. Hè? Maar de wetenschap stormt vooruit op een manier die zeer inegalitaire effecten kan veroorzaken. En dus mijn twijfel is of basisinkomen dan de goede weg is als je ziet welke problemen daar aankomen. Ik vind dat als Rutger dat zegt, ja, dan moet je het wel debat openen voor al deze mensen die op basis van studies en empirisch onderzoek hebben gezegd het belangrijkste effect is dat de twee verdieners minder gaan werken.
Gewoon minder geld. Ik zou heel graag willen. Sorry, ik zou heel graag willen naar een afronding. We hebben over een half uur hebben we de borrel. Dus dan heeft u nog alle tijd de gelegenheid om een vraag te stellen. Harro, ik zou jou het laatste woord willen geven. En dan gaan we over naar het volgende onderdeel. Namelijk dat we gaan kijken hoe het er politiek bij staat en wat er leeft in land der politiek. Harro. Om jou en de rest van de organisatie van dienst te zijn, Katie, hou ik het hierbij. Oké, dankjewel. Dankjewel, Harro en Frank.